Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 412. We hebben de vorige keer 2 Koningen 21 gelezen. Hiskia is gestorven en wordt opgevolgd door zijn zoon Manasse. Die is nog maar twaalf jaar oud als hij koning wordt. Manasse heeft lang geregeerd, 55 jaar. De schrijver van koningen laat alle politieke en staatkundige zaken van Manasse achterwege. Hij gaat vooral in op de godsdienstige zaken. Manasse is bekend geworden als een zeer goddeloze koning. Hij is het tegenbeeld van zijn vader Hiskia. Hij begint meteen met het herbouwen van de altaren voor afgodendiensten die zijn vader had afgebroken. Hij gaat verder dan alle koningen voor hem. Er komen zelfs altaren voor de zonnegod, maangod en sterrengoden in de Tempel van de heren. Manasse offerde een van zijn eigen zonen op een heidens altaar. Verder hield hij zich met allerlei magie en occulte zaken bezig. Het zijn dingen die in onze tijd ook nog aan de orde zijn, al komen ze soms in andere vormen op ons af. Maar de Heer wil dat we er ver vandaan blijven. Hij is een God van leven en vrede. Al deze zaken uit het Rijk van Satan staan haaks op wat God wil en op wat goed is voor de mens. Jeruzalem wordt onder het bewind van Manasse, een stad waar onschuldig bloedvergieten aan de orde van de dag is. Om al deze dingen gaat God ingrijpen. Ook Judah zal in ballingschap gaan. Maar eerst volgt Manasse's zoon Amon hen op als koning. Hij wordt op zijn 22e koning en regeert maar twee jaar. Dan wordt hij vermoord. Onder zijn zoon Jozia breekt een heel andere tijd aan. Ineens is daar weer iemand die God zoekt. Het boek Koningen laat zien dat iemand, ongeacht zijn afkomst, altijd een nieuw begin kan maken. We lezen vandaag verder over Jozia. Die al op zijn achtste koning werd. De vorige uitzendingen sloten we af met de vondst van een wetsrol in de tempel door de hoge priester Hilkia. Daarin staat welke oordelen de Heer gaat voltrekken als de koning en het volk zich niet aan Gods wetten houden. Daarmee beginnen we vandaag. In 2 koning 23 volgt dan een verslag van de verbondsvernieuwing en een lijst van allerlei zuiveringen die door Josia worden voltrokken, tot in het tienstammenrijk Israël toe. Daarna volgt er een opmerking over de viering van het Pascha. Maar ondanks de zeer positieve waardering van koning Josia zal de here zich niet afkeren van zijn brandende toren. Daarom zal uiteindelijk ook het tweestammenrijk Juda met Jeruzalem ten onder gaan en zullen de Judeërs in ballingschap worden weggevoerd. Nadat de koning had gehoord wat in de boekrol stond, scheurde hij ontzet zijn kleren. Het lezen van Gods woord brengt dikwijls tot berouw en inkeer. Ook in onze tijd kan een geestelijke opleving alleen ontstaan als er echt berouw is. 2 Koningen 22, versen 12 en 13. Toen gaf de koning de volgende opdracht aan de priester Hilkia: Aan Ahikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Michaia, de schrijver Safan, en Asaya, de dienaar van de koning. Ga de Heeren raadplegen, voor mij, voor het volk en voor heel Juda, over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heren, die tegen ons is ontstoken, is groot. Omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat voor ons geschreven is. Josia ziet de grote kloof tussen de eisen van de wet en de situatie in Juda. Hij beseft hoe somber de vooruitzichten voor zijn volk zijn. 2 Koningen 22 vers 14 Toen hingen de priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Safan en Asaia naar de profetas Hulda, de vrouw van Salem, de zoon van Tikva, de zoon van Harhas, de beheerder van de priesterkleding. Zij woonden in Jeruzalem, in het nieuwe gedeelte, en zij spraken met haar. De reden waarom de mannen naar Hulda gaan, en niet naar Jeremia of Sefania, die in die dagen als profeten optraden, is niet duidelijk. Mogelijk waren zij nog te jong en onbekend. De man van Hulda houdt zich bezig met de kleren van de priesters. 2 Koningen 22, vers 15 tot en met 17. Zij zei tegen hen, Zo zegt de Heer, de God van Israël, zeg tegen de man die u naar mij toegestuurd heeft. Zo zegt de Heer: Zie, ik ga onheil over deze plaats brengen, en over de inwoners ervan, namelijk al de woorden van de boekrol die de koning van Judah gelezen heeft, omdat zij mij verlaten en andere goden reukoffers gebracht hebben, zodat zij mij tot toorn verwekt hebben met al het werk van hun handen. Daarom zal mijn grimmigheid ontsteken tegen deze plaats, en niet uitgeblust worden. Hilda kondigt aan dat de Heer onheil zal brengen over de stad en zijn inwoners. Dit zal gebeuren op de manier zoals beschreven is in het boek dat de koning heeft gelezen. Op dit moment laat ze zich nog niet uit over de tijd wanneer dat zal gebeuren. Dan volgt de reden voor het komende onheil. De Israëlieten hebben de Heere verlaten en hebben voor andere goden offers ontstoken. Ze hebben het wel bewust gedaan om de Heere te beledigen. Gods toorn is ontbrand en wordt niet meer uitgeblust. De straf is onherroepelijk. 2 Koningen 22 versen 18 tot en met 20. Maar tegen de koning van Judah, die u gestuurd heeft om de Heere te raadplegen, tegen hem moet U dit zeggen. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Wat betreft de woorden die u gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is, en u zich voor het aangezicht van de Heere vernederd hebt, toen U hoorde wat ik tegen Deze plaats en de inwoners ervan gesproken heb, dat ze tot een verwoesting en vervloeking zullen worden. En omdat u uw kleren gescheurd en voor mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb ik u ook verhoord, spreekt de Heer. Daarom, zie, ik ga u met uw vaderen verenigen, en u zult met vrede in uw graf bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onheil dat ik over deze plaats ga brengen niet zien. Daarop brachten zij de koning verslag uit. Josia heeft zichzelf verootmoedigd bij het horen van Gods woorden. De Heer heeft zowel de verootmoediging in zijn hart gezien, als ook uiterlijke tekenen van het scheuren van zijn kleren en zijn tranen waargenomen. Josia verootmoedigt zich niet vanwege zijn eigen zonden, maar vanwege een gemeenschappelijke schuld. Hij verootmoedigt zich over de zonden van het volk en van zijn vaderen. Hij maakt zich er één mee. Van het onheil dat de Heer over Jeruzalem zal brengen, zal hij daarom niets zien. 2 Koningen 23, versen 1 tot en met 3. Toen stuurde de koning boden, en al de oosten van Juda en Jeruzalem verzamelden zich bij hem. De koning ging naar het huis van de Heere, en met hem iedere man uit Juda, en alle inwoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten en heel het volk, van de kleinste tot de grootste. En hij las ten aanhoren van hen al de woorden van het boek van het verbond dat in het huis van de Heere gevonden was. De koning ging bij de pilaar staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heer, om de Heer te volgen aan zijn geboden. Zijn getuigenissen en zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen, door de woorden van dit verbond, die in deze boekrol beschreven zijn, uit te voeren. En het hele volk trad toe tot dit verbond. Zowel de oordeelsboodschap met betrekking tot Jeruzalem als de geruststellende boodschap met betrekking tot zichzelf maken Josia niet passief. Wat de oordeelsboodschap betreft, had hij kunnen denken dat het toch allemaal geen zin had om nog aan het werk te gaan? Wat de geruststellende boodschap voor zichzelf betreft, had hij tevreden kunnen zijn en kunnen denken dat het zijn tijd wel zou duren. Maar nee, beide boodschappen brengen hem tot actie. Hij gaat hard aan de slag om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. De zekerheid dat wij niet in het oordeel komen, zal ook ons, als het goed is, niet passief maken, maar des te ijveriger om mensen met het Evangelie te bereiken. Josia wil dat het volk de woorden hoort, waardoor hij zelf zo is aangegrepen. In het boek Jeremia kunnen we lezen dat de opwekking niet diep was. Misschien zijn velen toegetreden tot dit verbond, omdat ze op dat moment erg onder de indruk waren van het woord zonder dat het geweten was geraakt. Maar hoewel de massa dan misschien niet werkelijk innerlijk geraakt is, is het dikwijls wel zo dat er in de massa enkelen zijn, bij wie dat wel het geval is. Zo is het ook met het verspreiden van het evangelie. Er zijn er meestal slechts een paar die echt luisteren. Maar iedere ziel die wij nog uit het afvallige geheel voor God kunnen winnen, maakt alle inspanning een waardevolle zaak en de moeite waard. 2 koningen 23 vers 4. Toen gaf de koning opdracht aan de hoge priester Hilkia, de priesters van de tweede orde en de deurwachters om alle voorwerpen die voor de Baal, de Ashera en heel het leger aan de hemel gemaakt waren, uit de tempel van de heren naar buiten te brengen hij verbrandde dat alles buiten jeruzalem in de velden van de kidron en liet het stof ervan naar betel dragen josia laat de tempel reinigen alles moet eruit wat niet te maken heeft met de dienst aan de Heer. al de voorwerpen die maar iets te maken hebben met de afgodendienst laat josia buiten jeruzalem in het kidron dal verbranden de as van de verbrande voorwerpen wordt daarna naar betel gebracht de plaats waar ooit het door Jerobeam opgerichte kalf stond, en waar mogelijk nog steeds afgoderij plaatsvindt. Uit het laatste blijkt dat Josia ook een zekere macht had in het voormalige gebied van het tienstammenrijk Israël. Volgens 2 kronieken 30 was dat ook bij Hiskia het geval. Maar het kerngebied van Josia bleef voor alles Benjamin en Juda. 2 Koningen 23, versen 5 tot en met 7. Ook zette hij de afgodspriesters af, die de koningen van Juda aangesteld hadden, om op de offerhoogten, in de steden van Juda en rondom Jeruzalem, reukoffers te brengen. Evenals hen die aan de Baal, de zon, de maan, de sterrenbeelden en heel het leger aan de hemel reukoffers brachten. Ook bracht hij de Asherah uit het huis van de Heeren, naar de beek Kidron, buiten Jeruzalem, en verbrandde hem bij de beek Kidron. Hij verpulverde hem tot stof en wierp het stof ervan over de begraafplaats van het gewone volk. Ook brak hij de verblijven van de schandknapen af in het huis van de heren, waar de vrouwen gewaden voor de Ashera weefden. Vervolgens wordt vermeld dat Josia de afgodenpriesters priesters verwijderd die de koningen van Juda hadden aangesteld. Deze priesters offeren op de hoogte, in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem. Zij ontsteken offers voor Baal, voor de zon, voor de maan en voor de sterrenbeelden. Kortom, voor alle hemellichamen. Verder laat Josia het afgodsbeeld van Ashera uit de tempel verwijderen en verbrandt deze ook in het Kietrondal. De as van deze paal strooit hij uit over het graf van volksgenoten. De koning ontheiligt hiermee de as, omdat graven onreine plaatsen zijn. In 2 Kronieken 34 wordt een specifieke groep volksgenoten genoemd. De as wordt namelijk gestrooid op de graven van afgodendienaars. Dan wordt vermeld dat Josia de verblijven in de tempel afbreekt. Verblijven van de gewijde mannen en waar vrouwen gewaden weefden voor het beeld van Ashera. 2 Koningen 23 versen 8 en 9 Hij liet al de priesters uit de steden van Juda komen en verontreinigde de offerhoogten waarop die priesters reukoffers gebracht hadden, van Geba af tot Berseba toe. Verder brak hij de offerhoogten bij de poorten af, ook die bij de ingang van de poort van Jozua, de leider van de stad, aan de linkerhand als men de stadspoort binnenkomt. De priesters van de offerhoogten offerden echter niet op het altaar van de Heer in Jeruzalem, maar zij aten ongezuurde broden te midden van hun broeders. Vermoedelijk was de lokale eredienst vermengd geraakt met onaanvaardbare praktijken, en daarom wil Josia dat er alleen in Jeruzalem wordt geofferd. De priesters worden in deze uitzonderlijke situatie gedegradeerd en mogen geen dienst doen in het heiligdom te Jeruzalem. Josia draagt wel zorg voor hun levensonderhoud. Zij mogen samen met hun broeders eten van het ongezuurde brood. Dat betekent dat zij ook hun deel krijgen van de offergaven die toekomen aan de priesters en levieten. 2 Koningen 23 vers 10 Josia verontreinigde ook Tofet, dat in het dal Ben-Hinom lag, opdat niemand zijn zoon of dochter voor de Moloch door het vuur liet gaan. Op de plaats die Josia ontwijdt, werden kinderen gewijd aan Moloch. De god Moloch werd in de Canaanitische wereld waarschijnlijk geïdentificeerd met Malik. De verering van deze god was wijd verspreid in Mesopotamië. Moloch functioneerde als iemand die verbonden was met de aarde en de dodencultus. Uit het Oude Testament is bekend dat kinderen aan de Godheid werden gewijd. Via Moloch werden ook kinderen gewijd aan hun voorouders. De wijding kan zowel inhouden dat ze in leven bleven en in dienst van de Godheid stonden, maar ook dat ze voor de God werden verbrand. 2 Koningen 23 versen 11 tot en met 14 Hij haalde de paarden weg die de koningen van Juda aan de zon gewijd hadden, van de ingang van het huis van de Heer tot de kamer van Nathan Melag, de hoveling, die zich in de bijgebouwen bevond. En de zonnewagens verbrandde hij met vuur. Ook de altaren die op het dak van het bovenvertrek van Achas waren, die de koningen van Juda gemaakt hadden. En de altaren die Manasse in de twee voorhoeven van het huis van de Heer gemaakt had, brak de koning af. Hij voerde ze vandaar af en wierp het stof ervan in de beek Kidron. Ook de offerhoogten die tegenover Jeruzalem lagen, die rechts van de berg van het verderf lagen, die Salomo, de koning van Israël, voor Astarte, de afschuwelijke afgod van de Sidoniërs, en voor Kamos, de afschuwelijke afgod van Moab, en voor Milkom, de gruwel van de ammonieten, gebouwd had, verontreinigde de koning. Hij brak eveneens de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om en vulde hun plaats op met mensenbeenderen. Josia verwijderde de paarden die eerdere koningen van Juda ter ere van de zon geplaatst hadden bij de ingang van de tempel. Daarbij spraken van een vorm van afgoederij, die vooral in Assyrië werd aangetroffen. Ook verbrandt Josia de zonnewagens. Deze zijn waarschijnlijk verbonden met de zonnegod Shiamash uit Mesopotamië, die in een door paarden getrokken wagen langs de hemel trekt. Josia verwijdert de altaren die in belangrijke gebouwen zijn opgericht. Enkele altaren bevinden zich op het dak van de bovenkamer van koning Achas. Manasse, de meest goddeloze koning van Juda, heeft een aantal altaren opgericht in de twee voorhoven van de tempel. Josia breekt deze af, laat ze afvoeren en werpt het puin in het kidrondal. Maar Josia ontwijt ook offerhoogten die Salomo heeft gebouwd. Hij gaat echt wel heel ver terug. Hij laat zich niet door de enorme hoeveelheid op te ruimen onreinheid ontmoedigen. Hoe zit het met ons? Ik heb al zo dikwijls meegemaakt dat wanneer iemand tot geloof komt, er in het begin wel een enthousiasme is om zaken op te ruimen, maar voor velen wordt het op een moment te veel. 2 Koningen 23 vers 15 En ook het altaar dat in Bethel stond, en de offerhoogte die Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen, gemaakt had, ook dat altaar, en die offerhoogte brak hij af. Ja, hij verbrandde de offerhoogte, vulpulvulde die tot stof en verbrandde de gewijde paal. Josia richt daarna zijn aandacht op het gebied van het Tienstammelrijk, en daarin allereerst op het altaar in Bethel. Jerobeam had daar twee gouden kalveren en een eigen altaar opgericht. Het staat beschreven in 1 Koning 12. Je kan deze uitzending opnieuw beluisteren of nalezen via onze website. 2 koningen 23, versen 16 tot en met 18. Toen Josia zich omkeerde en de graven zag die daar op de berg waren, stuurde hij boden en liet de beenderen uit de graven halen. Vervolgens verbrandde hij ze op dat altaar en verontreinigde dat, overeenkomstig het woord van de Heer dat de man Gods verkondigd had die deze woorden verkondigde. Verder zei hij: wat is dat voor een grafteken dat ik zie? De mannen van de stad zeiden tegen hem: het is het graf van de man Gods die uit Juda kwam. En deze dingen, die u met dit altaar van betal gedaan hebt, aangekondigd heeft. Hij zei: Laat hem liggen, laat niemand zijn beenderen aanraken. Dus lieten zij zijn beenderen onaangeroerd, evenals de beenderen van de profeet die uit Samaria gekomen was. Deze verzen laten zien dat eerder uitgesproken profetieën in vervulling zijn gegaan. Ook het verhaal van de man Gods is opnieuw te beluisteren. Het werd behandeld in de uitzending over 1 Koning 13. In 2 Koningen 23, versen 19 en 20, lezen we dat Josia in het noordelijker gelegen Samaria bijna hetzelfde doet als in Bethel. Alle tempels die de koningen van Israël hadden gemaakt om de heren te treiteren, worden verwijderd. Het zal betekend hebben dat menselijke beenderen op de afgebroken altaren zijn verbrand. Zo werden de heiligdommen ontwijd en werd de bevolking van Samaria vernederd door de doden hun rustplaats te ontnemen. Over de priesters van Samaria wordt vermaald dat Josia hen heeft terechtgesteld. Door deze harde maatregel probeert Josia de afgodendienst met wortel en tak uit te roeien. Na zijn verblijf in Samaria keert de koning terug naar Jeruzalem. 2 koningen 23 versen 21 tot en met 23. De koning gebood het hele volk: Houd voor de Heer uw God, het paascha, zoals in dit boek van het Verbond beschreven staat. Want zoals dit paasga was er geen gehouden, vanaf de dagen van de rechters die aan Israël leiding gegeven hadden, en ook niet in al de dagen van de koningen van Israël, of van de koningen van Juda. Maar in het achttiende jaar van koning Josia werd dit paasga voor de heren in Jeruzalem gehouden. Aangekomen in Jeruzalem beveelt de koning het volk het paasga te vieren, ter ere van de heren hun god, op de manier die beschreven staat in het gevonden verbondsboek. Daarbij zal het gaan zoals het beschreven is in Deuteronomium 16. Daar staat dat het feest op één centrale plaats moet worden gevierd. Josia lijkt erin geslaagd te zijn heel Juda en Israël naar het centrale heiligdom te krijgen en daarom steekt Josia boven alle eerdere koningen uit. De Pesachviering wordt in het achttiende jaar van de regering van Josia gevierd. In hetzelfde jaar waarin de wedstrol werd gevonden in de tempel. Het Joodse paasfeest spreekt voor christenen over Christus. In 1 Corinthiërs 5, vers 7 schrijft de Apostel Paulus: Verwijder dan het oude zuurdicht, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Zoals het bloed van het paaslam aan de deurposten in Egypte de Israëlieten vrijkocht van de dood en het leven schonk, zo heeft het bloed van Christus een gelovige vrijgekocht en met hem levend gemaakt in zijn opstanding. Ons paaslam is geofferd. De Joodse Pesachviering was een beeld van wat Christus eens en voor altijd voor de mensheid zou doen. Hij gaf zijn leven opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. 2 Koningen 23 versen 24 tot en met 27 Ook deed Jozea de dodenbezweerders weg, de waarzeggers, de afgodsbeeldjes, de stinkgoden en alle afschuwelijke afgoden die in het land van Juda en in Jeruzalem gezien werden, om zo de woorden van de wet uit te voeren. Die beschreven waren in het boek dat de priester Hilkia in het huis van de Heere gevonden had. Voor hem was er geen koning aan hem gelijk, die zich met heel zijn hart, heel zijn ziel en met heel zijn kracht tot de Heere bekeerd had, overeenkomstig de hele wet van Mozes. En na hem stond zijn gelijke niet op. Toch keerde de Heere zich niet af van zijn grote, brandende toorn, want zijn toorn brandde tegen Juda vanwege al zijn tergen waarmee Manasse hem tot toorn verwekt had. De Heere zei: Ik zal ook Juda van mijn aangezicht wegdoen, zoals ik Israël weggedaan heb. Ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen, die ik verkozen had, en het huis waarvan ik gezegd had: Mijn naam zal daar zijn. Het geloof en de toewijding van Josia is niet in staat het eerder uitgesproken oordeel teniet te doen. Zijn voorganger Manasse heeft door zijn zonden de toorn van de Heere opgeroepen, en deze kan door rechtvaardige daden. Van koning Josia niet ongedaan gemaakt worden. De Heer spreekt uit dat hij Juda op dezelfde wijze zal verwijderen van voor zijn aangezicht als Israël. Ook de door hem uitverkoren stad Jeruzalem en de tempel zal de Heer verwerpen. Deze laatste woorden zien vooruit naar de komende verwoesting, die in 2 koningen 25 beschreven wordt, en de daaropvolgende Babylonische ballingschap. Door eigen schuld en zonden komt Gods volk nu in de ballingschap. Maar de Heer zal hen nooit alleen laten. Daarover meer in de volgende uitzending. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee. Door de Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel@twr.be. Verder kan u op onze site terecht: www.twr.be. Voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.